hebben in de studio een bijzondere gast. Namelijk Party DJ Marco. Oh, wat leuk dat je het zo zegt. Dan wil ik gelijk aan je vragen, want je bent een party DJ, maar het is niet je werk. Nee, het is niet mijn werk. Ik verdien eigenlijk mijn geld gewoon met werken in de jeugdzorg. Ja, dus je hebt gewoon een fulltime baan, maar daarnaast vind je het lekker om af en toe de mensen de voetjes van de vloer te krijgen. Ja, en de handen in de lucht, hè. Ja, want even voor de mensen die jou niet kennen, party DJ Marco, wie ben je? Nou, ik ben Marco, kom uit Kamerik. Draai al zo'n 17 jaar op feest eigenlijk. Echt van alles. Echt van Nederlandstalig tot bij wijze van spreken Paul Elstak. Alles komt langs. Ja, ja. En mensen kunnen je inhuren voor bijvoorbeeld bruiloften en zo? Bruiloften doe ik steeds minder. Nee, het gaat echt om feestcafés en evenementen. Ah, het is echt wel wat serieuzer werk. Ja, 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 ja. Wat grappig. En dan ben je genomineerd voor de Party Awards. Ja, de Party Awards is eigenlijk een landelijke prijs. Als je voor de beste party DJ. Dus wie krijgt het beste zijn feestcafé of evenement... de voetjes van de vloer en de handjes de lucht in. Hoe gaat het dan? Hoe word je daar dan voor genomineerd? Komen er scouts naar je feesten of zo? Er zijn scouts geweest naar het feest. Ja? Ze houden je in de gaten via Facebook, wat je post, eigenlijk van alles. Ja, dat is wel een hele serieuze organisatie dan. Ja, 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 ja. Daar zit een platenbaas in, daar zitten twee horecaondernemers in en een erkende feest-dj. Ja, en je had het er net over, hè? Jij komt dan uit Kamerik. Dit gedeelte van het land is toch niet zo goed vertegenwoordigd bij die Party Awards? Nee, de Party Awards zijn het meest gevuld met DJ's uit zowel Rotterdam, Tilburg en ja, eigenlijk alles onder de rivieren. Ja. En daarboven is het schaars eigenlijk. Apart, hè? Ja, is eigenlijk heel apart. Heeft te maken met de carnavalsfeer daar? Nou, sowieso denk ik het Bourgondische. Kijk, daar begint het stappen sowieso al vaak vroeg. Ja. Dus daar zijn ze echt om 6 uur in het café en ze gaan er om 4 uur vanuit. Ja. Of in ieder geval uit. En zo blijven ze doorgaan. Ja. Dat is wel. Wat moet je nou doen om die Party Award te winnen? Nou, dan moet ik heel veel stemmen binnenhalen. Want het is een nominatie. Dat is 1. Maar stemmen is 2. En je hebt er toch wel, bijna gek gezegd, rond de 1500 stemmen voor nodig. Om überhaupt een podiumplek misschien te kunnen halen. Mm-hmm. Dus mensen moeten sms'en. SMS'en, ze kunnen naar, maar ook via gewoon internet. Dat zijn de gratis stemmen, zeg maar. Nee, je hebt nu de reclames in tijd. Ja, daarom. Ik ga hem helemaal pakken. Ja. Nou, beste mensen, pak zo meteen je tablet of in ieder geval je computer. Surf naar www.partyawards.nl/stemmen. Nou, dan moet je eventjes je gegevens afgeven. Wordt voor de rest niks meer naar je toegemaild. Maar stem bij de eerste categorie. Die je tegenkomt op Party DJ Marco. En de rest van de... volg de instructies voor de rest op de site. En je hebt gewoon gestemd. En dan maak je mij eigenlijk in een hele blije stemming. Ja. Wat kan je nou winnen met die als je die Party Award nou hebt? Wat is dat nou? Nou, dat is denk ik moeilijk uit te leggen. Maar je verdient eigenlijk gewoon ontzettend veel eer. Het is gewoon een eer. Ja, ja. En zo van mensen herkennen je dan. Je kan het zeggen bij een volgende klus. Zo van, hey... Ja, ik ben wel party DJ opkomend van het jaar 2030. Ja, ja, ja. Dat zorgt er dan weer voor dat je bij leuke feestjes misschien terechtkomt waar je normaal niet zou draaien. Ja, precies. Dus het verbreedt eigenlijk je grond. Ja, ik wil even de proef op de som nemen, DJ Marco. Dat is geen enkel probleem. Dan gaan we even een plaatje instarten. Een beetje dit, hè. Een beetje partymuziek. Ja. Als jij dan een beetje, dat doe je dus normaal gesproken ook, hè? Dan zet je een plaat aan. Ja. En daar overheen dan kan je af en toe mensen een beetje aanmoedigen. Kan je dat een beetje doen? Ja, nee, dat is geen enkel probleem. Ik vind het grappig dat je deze plaat pakt. Het is namelijk van een oud collega van mij, van mijn eerdere werk. Oh, wat grappig. Ja, dat is heel grappig. Mensen, dit is House of Justice. We gaan er even een feestje van maken hier vanavond op de radio met Yannick en met Marco. Dus ik vraag aan jullie één ding. Ga voor de radio staan. Pak je linkerhand, pak je rechterhand. Hou ze boven je hoofd. Steek desnoods de vinger die je over hebt in je oren. En de andere in je neus. Want je hebt namelijk geen keus. Dus ik zeg, mensen. Dit wordt mooi, dit wordt gezellig. Ik blijf gewoon ouwe hoeren. Totdat die beat komt of de strings erin komen. En dat is nu! Ja, 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 dat klinkt lekker. Ja, dat is toch wel een fijne partysfeer, kan ik zeggen hoor. En dan, hoe lang doe je dat dan? Een paar uur op zo'n avond? Nou, op zo'n avond draai je tussen de 5 tot 6 uur. En vooral heel veel platen achter elkaar. Ja. Dat is het echte feestcafé gebeuren. Ik merk dat je gelijk helemaal enthousiast wordt.
fantastisch, man. Dat gewoon is wat je naast je werk gewoon, dat je daar gewoon een beetje de lol uit kan halen. Ja, het is echt lol. Ik bedoel, het kost energie, maar je krijgt er dubbel zoveel energie voor terug, zeg ik altijd. Ja, je hebt een website? Ja, www.partydjmarco.nl. Als mensen nou enthousiast worden en jou willen binnenhengelen... Kunnen ze gewoon daarop kijken. Ja, dan ben je tussen 24 november en 11 januari ben je niet te boeken. Nee, dat klopt. Want je wordt opnieuw vader. Ja. Van harte gefeliciteerd natuurlijk. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, ik ben niet te boeken dan. Ik word vader voor de derde keer alweer. Hé, maar dus vanaf 24 november niet te boeken. Maar 27 november, dan is die uitreiking van die awards. Ja. Maar mijn vrouw is gelukkig, ik heb een beetje een marge genomen. Dus ik hoop dat mijn vrouw, die nu ook luistert samen met mijn dochter. Ik hoop wel echt... Ja, vrouw, hou het nog even binnen. Ja, en dan... Wat gebeurt er nou als ze toch op 27 november mocht bevallen? Ja, dan is het zo, maar de reglementen schrijven voor dat je dan een vervanger moet regelen. En die heb ik al geregeld. Dat is echt wel ongeregeld, ja. Kijk, hartstikke goed. Nou, hou ons alsjeblieft op de hoogte van hoe het gaat. Ja, mag ik nog één ding zeggen, Yannick? Natuurlijk. Want ik heb het namelijk net alleen over de website gehad, maar je kan ook sms'en. Hoe punt? En dat wil ik wel eventjes iedereen die nu... Pak nu je telefoon. Zal ik het gelijk even doen? Ja, dat is wel precies. Grappig, hè? Pakt, ja, Yannick doet even mee. Dat vind ik wel mooi. Ja. SMS. Mm-hmm. PA. Wacht even voor. Ja, pak mijn telefoon erbij. Ja. Een nieuw bericht. PA. PA. Spatie. Ja. Party. Party. Spatie. Ja. DJ. DJ. Spatie. Spatie. Marco. Marco. En dat doe je naar het nummer 3010. 3010. Dus even kijken hoor. Ik ga dat nu verzenden. Verzenden staat er ook. Ja. Nou, volgens mij heb ik nu gestemd dan. Nou, dankjewel. Dankjewel. Party DJ Marco was dat in een week van streek. We hopen natuurlijk dat hij de party DJ van Nederland wordt. De opkomende party DJ.